for my system. Oh, any man on permission. Ik vind het ook leuk om te zien dat een man zich echt gewoon helemaal kan relaxen. En ja, het is gewoon leuk om te zien dat een man ook tijd besteedt aan zijn uiterlijke verzorging. Welkom in de Heavenly Beard Bar. Ik zou zeggen, kom binnen en neem een kijkje. Zoals jullie hier kunnen zien, heb ik een pedicurebank. Je teennageltjes worden geknipt, geveld. Het ilt wordt lekker gepolijst. Nou, wat ik toch echt denk, is dat het concept met alleen puur mannen zonder de vrouw, dat echt wel een stap is voor de man om hier gebruik van te maken. En dat ze echt wel nieuwsgierig zijn en daardoor wel komen. Ja, daar zei je toch van. Ja, wat doe je nou? Is toch voor vrouwen? Het is niet echt mannelijk, zeg maar, om dat te doen. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel meevallen. Ik vind het juist heel, ik vind het gewoon normaal eigenlijk. Ik had het veel eerder moeten doen. Het is wel belangrijk om ook gewoon goede, verzorgde voeten te hebben, inderdaad. Wat voor masker had u gewenst, meneer? Dat maakt mij. Maakt u niet uit, weet u dat zeker? Ik laat dat me geen tweede keer zeggen. Gado, my daddy, my daddy, pray for me. Gado, my daddy, my daddy. My daddy, pray for me. Oh, die God, denk aan wie mag af. Toen ik dat niet had, niet. Ik kom eigenlijk eerst thuis voor vrienden in de buurt. En daarvan maakte ik ook snapjes op social media. En het ging viraal. En ik werd benaderd toen ook door, ja, eigenlijk jongens die ik niet kon. Dus dat vond ik een beetje apart om ze dan ook thuis in ontvangst te nemen. Dus zodoende dat ik dacht van, nou ja. Dit is de perfecte oplossing. Ik heb al verschillende bekende Nederlanders ontvangen. Zoals bijvoorbeeld Ems van Broederliefde, Jarsinho Walden, Seven Alias, Sek Inc, Rarko. En hiermee probeer ik ook echt, doordat zij wat, ja, toch wel influencers zijn. En dat ze toch door bepaalde mensen wel naar wordt opgekeken. Heb ik dus ook het idee dat als hun dat ook promoten, dat er dus meer en sneller mannen zullen komen. Zo, mag u naar voren, meneer? Wauw. Ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig. Ja, kom je hier vaak? Of wat is dit een wekelijks iets? Of hoe doe je dat? Ik ben via een neefje van mij gekomen. Die komt wel wekelijks. En hij zei van, hey Gio, je houdt wel van uiterlijke verzorging. Dit is wat voor jou en nu ben ik hier zo, nu zit ik hier. Ik ben eigenlijk model hiernaast en personal trainer, dus ik hou wel van uiterlijke verzorging, goed eruit zien, goed voor de foto's, films, dit en dat. En